De eerste informatiebijeenkomst in het topsportcentrum over de verslaafde opvang Domus in Almere Poort, die vanavond zal worden gehouden, gaat niet door. Waarnemend burgemeester Anke Bijleveld die heeft daartoe besloten omdat ze het niet veilig vindt. Nou, we hebben haar aan de telefoon. Mevrouw Bijleveld, goeie avond allereerst. Goedemiddag nog bij mij. Ja, dat kan ook inderdaad. Wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, zoals u weet zou er vandaag een informatiebijeenkomst zijn over de verslaafde opvang Domus in het topsportcentrum. Maar ik heb vastgesteld dat er zoveel belangstellenden zijn voor deze avond. Die ook zich allemaal gemeld hebben dat ze aanwezig wilden zijn. Dat kan gewoon niet in de ruimte waar het om gaat. Dat betekent dat er te veel mensen buiten staan. Dat je daar dat we niet precies weten hoe dat gemanaged kan worden. Dat is niet veilig. Druk ook op de zaal en de beveiliging. Dat heeft een effect op de openbare orde in de omgeving. Dus we hebben gezegd, zo moeten we dat niet doen. Er moet vanwege veiligheidsoverweging gezegd worden dat dit niet kan. En er komt een nieuwe uitnodiging voor de inwoners om echt wel even goed te praten over wat er gebeurt. En hoe kan het eigenlijk dat dat verkeerd is ingeschat? Dat er toch heel veel interesse eigenlijk is om te komen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het gewoon vastgesteld dat het zo is. Hè. Dat kan je natuurlijk zien op het moment. De bewoners hebben ook gezegd dat ze allemaal samen willen komen. En dan is de zaal gewoon uiteindelijk te klein waar het om gaat. En blijft het moeilijk te managen. En dan is er gewoon de openbare orde en veiligheid voor de mensen ook in het geding. En dat moeten we met z'n allen niet willen. Dus ik hoop ook dat de mensen daar begrip voor hebben. Want het gaat uiteindelijk ook om hun veiligheid. Dat die goed gegarandeerd is. We weten dan niet precies wie er allemaal zijn. Hoe het dan gaat. Dus dat moet anders. Ja, nou hadden we begrepen dat bij wijze van protest toch nog een aantal mensen naar het topsportcentrum zouden gaan. Weet u daar iets meer over? En wat zou die daaraan aan gaan doen? Nou, ik heb dat ook net zoals u gehoord dat zo is. We houden natuurlijk de situatie wel in de gaten. Op dit moment is er natuurlijk geen bijeenkomst. Ik ga ervan uit dat de bewoners uiteindelijk, als ze daar aanwezig zijn, dat die zich rustig zullen gedragen. En dat ze allemaal op een volgende bijeenkomst aanwezig zullen zijn. Het zouden er drie zijn in totaal. Daar houdt de gemeente zich nog aan vast? Nou, dat kan ik u nu niet zeggen. Dat is niet mijn taak. Hè. Ik ben verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De veiligheid was op dit moment niet gegarandeerd, kijkend naar wat er vanavond zou gebeuren. Dus dat moet anders en daar moet rekening mee worden gehouden. En daar kijk ik ook natuurlijk nadrukkelijk naar de adviezen die de politie heeft gegeven. Dus dat zal ik ook aangeven aan de mensen die het organiseren. Ja, en is er al een nieuwe datum voor die eerste informatiebijeenkomst? Nee, die kan ik u ook niet geven. Daar zal de wethouder zich met de mensen die het mee organiseren op bezinnen. En dan zullen de veiligheidsadviezen, de omvang van de locatie, de groep, et cetera, ook meegenomen worden. Ja, en dat geldt dan ook voor de andere geplande bijeenkomsten op 23 en 28 november? Ja, dus deze zeg maar in deze vorm op deze plek gaat gewoon niet door. Ja. En er zal een nieuwe uitnodiging komen aan bewoners. En dan moet het gewoon beter gemanaged kunnen worden, zodat de veiligheid voor iedereen is gegarandeerd. Waarnemend burgemeester Anke Bijleveld, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.